Welkom terug, Ark mensen. Ark Aza mensen, let's get him on. Oh, oh, daar is mijn lift, nice. Ik vroeg om een lift. Bonsoir, neef. Dank je wel, Alec. Yo. Ja, ik heb even een lift nodig. Mijn, niet. Mijn duif. Hallo? Hallo? Amy. Ik zie wel een praatgeluidje, maar ik hoor jou niet. Domme man. Ik zie wel dat je praat, maar ik hoor je niet. Wacht, spring als je mij hoort. Ja, ik hoor hem. Nou, daar is mijn lift. De onderwaterbeest staat in ieder geval. Ja, ik had wel een PT mee, dat was dood. De onderwatercave staat. Verdomme. Niet zo links langs gaan, om weer een snoot. Ik bedoel, nee. Wat een gek. Ik ben kut dat hij mij niet hoort, man. Even settings kijken. Audio settings, waarom hoort het me niet? Die zou gewoon, die zou gewoon moeten kunnen, toch? Talk off. Spannen daar ook Engels in de buurt? Hoor je mij al? Spaan daar Engels in de buurt. Hoor je mij? Ik wil ook gewoon het nieuws delen van de watercave, weet je wel. Verdomme. En dan kan ik niet praten, wat is dit? In ieder geval bij Jozef Fitty gaan of... Oh, de Finomia vliegt weer, nice. Let's go, man. Let's fucking go. Trike? We missen een trike, man. Oh, daar... daar komt ie. Daar komt de trike. Ik ga een engel halen. Oké, heel goed. Hij gaat een engel halen. Dan kunnen we dadelijk die pearl shit even flink voortzetten, man. Dat is echt heel goed. Ik heb mijn hele inventory nog vol zitten met zut. De laatste twee afleveringen ben ik me volledig gaan focussen op die onderwaterbasis. Die staat gelukkig... Of ja, er staat ook niet heel veel, maar er staat genoeg. Laat ik het zo zeggen. Helaas crashte de game weer op het einde van de video. Dus jullie hebben nog niet helemaal kunnen zien hoe het eruit ziet daar. Maar goed, daar zullen we nog wel vaker komen. Geen stress. Ik ga even met mijn kikker die cave in, man. Ik denk dat er wel even een... ik denk dat er wel even een mooie stap is. Hebben die kikkers nou al gecatcht trouwens? Dat weet ik nog niet. Volgens mij moeten die kikkers dus bij het water gaan kietsen. Heb je hever... Oh, die meting staan nog aan, man. Ga naar je mattie toe, gek. Maak bibbe. Maak bibbe. Dan maken ze geen bibbe. We moeten de wandering zeker weer even aanstaan, of wat? Ja. Ja. Ze gaan ervoor. Yes. De kikker, baby. Piotr Del Mare. Let's go, man. Let's go. En als we dit hebben gedaan, kan ik even met Piotr Delmaré die ene keven gaan. Hopen dat het een beetje lukt. Tja, nou, tussentijd even lekker krachtvoertje. Jullie weten het. Nou nog 20% korting met mijn code in plaats van 10. Dus grijp je kans. Yo, die damage van die kikker is al bijna 500%, man. Holy shit. Is hij nou zwanger of zo? Of wat is de bedoeling hiervan? Oh nee, een ei. Oh, met een kikkerei. Oké. Waar is dat kikkerei nou heen? Je gaat me toch niet vertellen dat mijn ei nou net gewoon letterlijk is verdwenen. Hier in het water ergens. Niet zeggen dat die vis dat heeft opgegeten, toch of wel dan? Dat ding. Ik gooi hem hier gewoon in het water. Hij is gewoon weg. Is dit echt zo? Oh, je wordt vrouw hier niet blij van, gek. Ja, verdomme man. Is mijn kikker gewoon weg, man. Oh, dat is zuur. Ja, laat maar. Dan ga ik wel gewoon met Piotr Delmaré erin. Zonder baby. Risk it for the biscuit, man. It is what it is. Of ja, ik zit de hele map van Ark Survival Evolved in gedachten te houden. Toen was hij in ieder geval hier ergens. Ja, man. Ga eens even kijken wat kan betekenen. Scuba tankje en een bril. Oh, hier staat gewoon een kikker, man. Wie is dit? Een deurwaarder kikker. Ik ga eerst mijn run doen, dan ga ik de kikker slopen, man. Geen stress. Hoezo krijg ik damage? Oh, mijn 400 damage, maat. Holy shit. 600. Wow, die damage die ik doe. Man, deze kikker is sterk. Maar deze Arineo is ook echt super sterk, kijk. Oh, die Semantic Paste, heerlijk. Ik vind het raar dat ik damage krijg, man, dat hoort niet. Volgens mij. Vind die damage nog meer pompen van dat ding? En deze weer niet kapot te krijgen. Ik weet niet hoe dat komt, man. Ik ga eens even kijken, hoe zit dat? Oh, yo, gek! Oh, nee! Spring, kikker! Oh, jee, ik ben bijna dood. Oh, hell no, brother. Oké, dan weet je in ieder geval eindconclusie. Je krijgt echt superveel dingen hier. Alleen ik weet dus niet precies hoe ik nou dus geen damage krijg in deze cave. Ik vind het maar raar. En ik heb ook geen medbroes, dus ik kan niet bijhealen. Dat is een beetje gezeik. Als ik die wel heb... Dan kunnen we dat in ieder geval wel gewoon fixen. Maar we hebben best wel wat smanting base. Kijk eens wat we allemaal kunnen looten hier, man. Echt niet normaal, gek.
100, ja, echt een paar honderd smentekpees. Nou, dat is easy. Nou, deze kikker zo niet kapot krijgen, zo te zien. Maar ik doe 5 damage op die kikker. Wat is dit? Ja, lekker dino's. Wat is dit nou weer? Hoezo moet hij mij hebben? Maat. Nou, beter ga je gewoon slapen, kikker. Dan kan ik even kijken wat voor zadel hierop ligt, man. Ik heb een goed zadel, maar dit slaat helemaal niet. 5 damage. Ik heb 600% damage op deze kikker, man. Wat is dit nou weer? Nou, dan moet ik wel een keer nokkie gaan, nou. Ik krijg echt zieke torpel, man. Maat, ik lik en ik lik dat ding, jongen. Maar er gebeurt gewoon helemaal niks mee. Maar hij wordt al roder in ieder geval, dus er gaat in ieder geval wat damage vanaf. Maar toch, man. Holy shit. Oh, 30. Je deed 30 damage, gek. Nog een keer 30. 18. Kijk hier, gek. Hé, we doen damage op de steenkikker. Finally. Die is dood. 263 armor zadel, maat. Doe normaal, man. What the fuck? Ja, what the fuck? Dat slaat dan weer op. 263 armor kikkerzadel. Maat, dit slaat helemaal nergens op. Hoe kan die dino weer hebben? Dat is die trui voor Rudy gewoon, man. What the fuck hebben we nou allemaal? En de dino stijgen weer op. What the fuck? Dit blijft zo raar, man. Blijft zo vaak. Piotr Delmare, je hebt goed gevochten, maat. Nou, ik heb smentenbeest. Bon zwaan even. Hallo. Hallo. Hey. Kijk, ik heb dit. Jezus. Ja, chill, hè. Lekker bezig. En dit, kom hier. Kijk op Piotr Delmare. Dat is toch niet normaal? Ja, dat slaat echt helemaal nergens op, echt. Ik heb een kwartier gedaan om die kikker door te krijgen van. Ja, dikke bullshit, man. Even serieus. Maar goed, nou hebben wij hem. Ja, beter. Maar ja, als dat een standaard is, dan moeten we misschien wel iets meer turrets op ons dak hebben, want... Ja, en die drops gaan looten. En die drops gaan looten, ja, inderdaad. Wat ik nog wil hebben is een koeker. Een industrial koeker. Ja, ik kan die nog niet, maar als jij erin kan maken. Hebben wij de materialen? Want dan kunnen we ook even met broezen sowieso. Ja, ik denk niet dat wij de polymier hebben, eerlijk gezegd. Ah, volgens mij moest je een full set of scuba hebben om dus geen gas damage te krijgen. En ik had geen flippers aan. Ik denk dat dat het verschil heeft gemaakt, man. Wat stom. Is dat is echt wat het is, ja. Oh my god. En crash. Ah, niet nu. Oei. Ah, dat is zo vervelend. Elke keer opnieuw weer die crash. Oei. Dat was het dan. Ik moet sowieso weg, man. Helaas. Helaas, pindakaas. Het is maar even wat het is. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik wil eigenlijk nog net iets meer doen, maar ja. Het is echt nog even een dingetje met... ik weet nog even niet wat het is, maar iedereen heeft er last van die crashes. En het is niet heel bevorderlijk voor alle opnames, maar we dealen er maar mee natuurlijk. Dus mogen nog 500 likes op deze video, dat moet zeker lukken. En like, abonneer als je nog niet hebt gedaan. Uit. Peace.